Als je vaak uitgebreide berekeningen in een spreadsheetprogramma moet maken, is Excel een uitstekende keuze. Maar dat is helaas niet gratis. Gelukkig zijn er alternatieven als je minder opties nodig hebt. Spread32 is er zo één. Hoe je met Spread32 kunt werken, zie je in twee auto's. Je surft naar bydesign.co.uk. Scroll naar beneden voor de downloads. Hier vind je de Windows-versie. Het is een zip bestand, dus dat moet eerst worden uitgepakt. Vervolgens dubbelklik je op het exe-bestand. Het programma is geopend. Je ziet maar een aantal knoppen. Als je er meer in beeld wilt, kies dan in het menu Format voor Program, wijs Toolbars aan en kies bijvoorbeeld voor Formatting. De balk komt onder de formulebalk, via deze knop. Kun je de balk verslepen. En ook handig via Format Sheet kun je zoomen. We bekijken het gebruik van formules. Als je gegevens invoert in de cel zie je de invoer alleen in de formulebalk. Een formule begin je, net als in Excel, met een is-teken. Je kunt op de cellen klikken die je in de formule wilt gebruiken. Bij vermenigvuldigen gebruik je het sterretje. Ook de formule wordt alleen in de formulebalk weergegeven. Druk op Enter. Voor optellen kun je ook de knop Autosom gebruiken. In de formulebalk zie je welke getallen er worden opgeteld. Dit kun je aanpassen door over de cellen te slepen. Als je klaar bent, druk je op de Entertoets. Voor meer functies klik je op de knop Paste Function. De functies zijn verdeeld in categorieën. We bekijken de functie Average, het gemiddelde dus. Die vind je bij Statistical. Number 1 is geselecteerd. Klik op de eerste cel. Verwijder vervolgens Number 2 inclusief de vierkante haken en klik op de tweede cel. Druk op Enter. Dit werkt niet zo heel handig overigens. Je kunt dan beter de functie intypen. Voor het kopiëren van een formule gebruik je het snelmenu. En je plakt in de cel waar je de functie ook wilt gebruiken. Tot zover deze eerste auto. In de tweede bekijken we onder andere hoe je grafieken kunt gebruiken.